Carrie. Ziet er al goed uit. Kom je een keer naar mijn schilderij kijken. Ze werd bij het grote publiek bekend als de onvergetelijke Mien Dobbelsteen in Zeg eens A. Ze drukte haar stempel op talloze producties. Vrouwenvleugel, De Jantjes, Het Schaap. En de jonge generatie kent haar van de films van K3. Maar ze schildert dus ook. Trots? Kritisch. Maar ik ben wel tevreden over hoe het hier hangt en... Ja, verder moet ik het overgeven. Nou, ik ben eigenlijk dus geen verjaardagvierder. Ik ben een kind die altijd in de vakantie jarig was. Dus altijd alleen met mijn ouders, want ik was enigszins kind. Dus ik ben helemaal niet gewend om een verjaardag te vieren. Maar op deze manier is het natuurlijk prima. En wie komen er vanavond op het feestje? Er komen weinig WN'ers. Oh? Ja, omdat het geen show is. Het is gewoon... kunst kijken. En ik hoop dat het kunstzinnig genoeg is en dat mensen die er verstand van hebben, vinden dat het goed genoeg is. Ik vind het een mijlpaal, maar ik kijk niet achteruit. Want waarom zou ik? Dat heb ik allemaal gehad. En af en toe is het leuk om terug te kijken, maar verder moet je vooruit kijken, vind ik. En nou, ik heb genoeg te doen. Waar haal je de ontzettende drive vandaan om al die dingen nog te doen? Nou, ik vind het leven wel leuk. Dat scheelt. Ja, dat scheelt een stuk. En ik ben blij dat ik er nog ben. Ik ben blij dat ik gezond genoeg ben om dingen te doen. Binnenkort staat Tefse ook weer op de planken met de musical Flashdance. En deze expositie is te bewonderen tot 1 september.